Steeds meer kinderen zitten in de problemen. Waar gaat het fout en hoe kan het beter? Ik vertel het je, hier in de werkplaats. Gelukkig gaat het met heel veel kinderen gewoon goed. Maar er zijn ook steeds meer kinderen met wie het niet zo goed gaat. Ongeveer 25 jaar geleden zat 1 op de 27 kinderen in een jeugdhulptraject. Maar inmiddels gaat het om 1 op de 8 kinderen. Hoe komt dat nou? Het is niet alleen omdat er meer aandacht is gekomen voor mentale problemen. Het komt ook doordat er dingen in onze samenleving veranderen. Bij sommige kinderen is hierdoor de draaglast, oftewel de hoeveelheid moeilijke omstandigheden en situaties, en hun veerkracht, het vermogen hiermee om te kunnen gaan, erg uit balans gebracht. Want aan de ene kant hebben kinderen meer te verstouwen dan vroeger. Ze ervaren bijvoorbeeld meer prestatiedruk op school. Er zijn ook steeds meer kinderen die opgroeien met ouders die psychische problemen hebben of een verslaving. Dit is al bij 1 op de 4 kinderen het geval. En er groeien best wel veel kinderen op in armoede. Volgend jaar waarschijnlijk 7%. Gemiddeld genomen gaat het dan om 2 kinderen per klas. Maar dat is niet het hele verhaal. Want naast het feit dat sommige kinderen meer te verstouwen hebben, hebben ze ook minder hulpbronnen om hiermee om te gaan. En met hulpbronnen bedoelen we niet alleen de vaardigheden van kinderen zelf, zoals het omgaan met negatieve emoties of het om hulp kunnen vragen. Het zijn ook alle mensen, plekken en organisaties waar je steun kunt vinden. Denk aan leraren, aan buren, aan een buurthuis of een fijne speeltuin. Dan wil ik heus niet beweren dat alles vroeger beter was. Maar vroeger hadden kinderen en ouders wel meer steun in hun omgeving. Meer hulpbronnen. Mensen hadden meer contact met hun buren en buurtgenoten. Op school hadden leraren minder leerlingen per klas. Mensen gingen bijvoorbeeld naar een kerk, een sportvereniging of een vrije tijdsvereniging zoals een fanfare. Allemaal mensen en plekken waar je als ouder en als kind steun kon vinden. Tegenwoordig speelt dat alles een veel kleinere rol. En dus is deze weegschaal enorm uit balans. Kinderen hebben te veel draaglast en te weinig hulpbronnen voor veerkracht. En dus vallen ouders en kinderen in moeilijke situaties niet terug op die hulpbronnen uit de omgeving, maar op de overheid en officiële instanties. Maar die officiële instanties kunnen lang niet iedereen helpen. En natuurlijk moeten we kinderen helpen als ze in de problemen zitten. Maar het is ook zeker zo belangrijk om in te zetten op preventie, het voorkomen van problemen. En een belangrijke strategie voor preventie is het vergroten van veerkracht, via het versterken van de hulpbronnen waar ik het net over had. Dat is belangrijk, want als problemen eenmaal zijn ontstaan, kunnen ze zich makkelijk opstapelen. Stel, een kind heeft het thuis moeilijk en weet niet goed hoe hij om moet gaan met die verdrietige gevoelens. Hij is vaak geïrriteerd en boos, kan zich moeilijk concentreren op school en slentert het liefst op straat. In de buurt staat hij bekend als agressief. En de leerkracht raakt gefrustreerd omdat hij zo ongemotiveerd lijkt. Zijn ouders proberen hem te motiveren voor school door hem te straffen als hij een onvoldoende haalt. Op straat vindt hij wel aansluiting bij buurtkinderen, die steeds verder in het criminele circuit komen. Hij raakt steeds verder achter op school, maakt school niet af en belandt in de criminaliteit. Zulke problemen zijn op latere leeftijd steeds moeilijker op te lossen. Maar als je kinderen in een omgeving meer veerkrachtig maakt, kun je zo'n opeenstapeling van problemen voorkomen. En dat is goedkoper dan achteraf die problemen te moeten oplossen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt bijvoorbeeld dat als we bij 1 miljoen mensen kunnen zorgen voor 5% minder depressies en angststoornissen, dat we dan jaarlijks 15 tot 17 miljoen euro zouden besparen. En de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, stel dat je investeringen in preventie al in 2 jaar kunt terugverdienen. Maar waaruit halen kinderen die veerkracht dan precies? Voor een deel komt dit uit het kind zelf. Veerkracht haal je bijvoorbeeld uit sociale en emotionele vaardigheden. Het is dus voor alle kinderen belangrijk om te leren hoe je met negatieve emoties omgaat, hoe je om hulp vraagt, maar ook dat je de mogelijkheden krijgt die talenten te ontwikkelen en optimistisch kan zijn over de toekomst. Een ander groot deel van hun veerkracht halen kinderen uit hun omgeving. Uit andere mensen, op verschillende plekken. Hoe versterken we die hulpbronnen? Zorg dat een kind in de eerste plaats een thuis heeft. Een plek waar hij of zij veilig is. Dus hebben ouders problemen? Zorg daar dan op tijd voor voldoende en passende hulp. Dat thuis maakt echter ook onderdeel uit van een buurt. Bij de school, met misschien een park, bij de speeltuin. Misschien is er een sportvereniging, een buurthuis of een bibliotheek. Iedereen die daar actief is, kan een hulpbron zijn. Een betrokken buurman, een goede wijkagent, een oplettende leerkracht of een vrijwilliger in de wijk kan het verschil maken.
De veerkracht van kinderen vergroten is niet alleen een zaak van de overheid. Daar kunnen wij ook aan bijdragen. Samen zorgen we ervoor dat kinderen gezond, gelukkig en veerkrachtig opgroeien, zodat ze tegen een stootje kunnen.